BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu Beurswatch. Wat gaat er gebeuren met de Nederlandse huizenprijzen? En aandelen gaan keihard crashen, zeggen mijn gasten. Zo direct hoort u waarom. Pieter van der Werf. Hartelijk welkom bij Beurswatch met hier in de BNR-studio te gast Elmer Hogevorst en Erik Mekking. Zij schreven samen de hernieuwde uitgave van het boek Deflatie in Aantocht. Dan zeggen jullie, hè, want tot nu toe, we zien eigenlijk tot nu toe nog dat de inflatie afkalft. Echte deflatie hebben we in Nederland zeker nog niet. Nog niet. Aan wat voor percentages moeten we dan denken? Met hoeveel procent per jaar gaan de prijzen dan zakken? Erik? Elmer? Nou, ten eerste wil ik even zeggen, deflatie, wij gebruiken dat begrip ruimer. Ja. Ik bedoel, als die huizenprijzen 20% naar beneden gaan, dan hebben we het niet meer over een inflatoire bezigheid met die huizenmarkt. Nee. En meestal zijn het gewoon de consumentenprijsindex. Ja. Maar eigenlijk zien wij het meer als de geldhoeveelheid, de krediethoeveelheid. Ja. En dat zie je dus met de huizenmarkt, dat is een goed voorbeeld. De krediethoeveelheid neemt gewoon af. Mensen kunnen elk jaar minder lenen. En daardoor dalen de huizenprijzen. Ja, precies. Maar dat heeft voor een heel groot deel ook te maken met dat de regelgeving is veranderd. Dat er minder gefinancierd wordt. Nee, ja, maar dat is ook omdat we dus een kredietcrisis hebben. Ja. Het krediet, dat is het heikele punt. We hebben zeg maar sinds de Tweede Wereldoorlog elke recessie à la Keynes, terwijl Keynes het nooit zo bedoeld heeft, bestreden met meer krediet. Krediet, krediet op krediet. Ja. En zelfs nu nog barsten van de schulden, proberen we met meer schulden deze kredietcrisis op te lossen. Nou, dat gaat dus niet werken. Dat wilde ik je vragen, want ECB-president Mario Draghi die wijst nogmaals net weer op het deflatiegevaar en zegt dat nieuwe maatregelen klaarstaan. Kan hij het tij keren, Elmer Hogevorst? Nee, dat gaat hem niet lukken. Nee, ik denk dat het eerder een versterking zelfs van de trend is. Maar ze hebben waarschijnlijk het gevoel dat ze iets moeten doen. Maar effect gaat het niet hebben. En dat is pijnlijk voor ze. Want af en toe lees je alles tussen de regels door dat ze met het handen in haar zitten. Omdat ze echt denken van hoe kunnen we inderdaad dit tij keren. Maar dit gaat ze niet lukken. En dit is een stormvloed die ze straks, die kunnen ze gewoon niet tegenhouden. Nou, zo direct alles meer over de gevolgen. Ook bijvoorbeeld hoeveel die Nederlandse huizen dan nog gaan dalen. En de aandelen en de obligaties. Dat zo, maar eerst eventjes eruit voor reclame. Bij Beurswatch met hier in de studio Elmer Hogevorst en Erik Mekking, zij schreven samen het boek Deflatie in Aantocht. En daar gaan we het over verder hebben. Ik wil nog even terug naar die centrale banken. Elmer, jij zei net, Mario Draghi kan het tij niet keren. In jullie boek zeggen jullie, overheden en centrale banken helpen banken ten koste van burgers en de economie. Verderop las ik nog de zin, quantitative easing, dus het opkopen van staatsobligaties is een geschenk voor de banken, niet voor de economie. Laten we gaan naar de Nederlandse huizenmarkt. Elmer Hogevorst, jij schreef in 3 maart 2008 in een artikel in het FD dat de huizenprijzen in Nederland wel eens flink zouden kunnen dalen. En toen had je het over tientallen procenten. Nou, dat was op dat moment nog niet de gemiddelde opinie eigenlijk van de analisten. Integendeel. Ik begrijp ook, jullie hebben allebei je huis verkocht. Ja, klopt. En wat verwachten jullie dan in Nederland voor de komende jaren? Ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen wat met name nieuw in dit boek is. Hè. Daar hadden we het van tevoren ook even over. Ja. Wat echt nieuw is ten opzichte van eerdere drukken. Want het is nu de 8e druk waarin het uitgekomen is. Wat echt nieuw is dat we heel veel aandacht hebben besteed aan demografische ontwikkelingen. Ja. En met name die demografische ontwikkelingen laten heel duidelijk zien. Bijvoorbeeld voor wat betreft de huizenmarkt. Dat de groep potentiële kopers, wij zeggen rond de 41 jaar, ligt ongeveer een piek. Daarin kopen de meeste mensen gemiddeld hun duurste huis. Ja. Dat die groep, die gaat de komende 6 tot 10 jaar gaat die echt kelderen. En dus gewoon vanwege demografische ontwikkelingen. Gewoon vanwege demografische ontwikkelingen. Ja. We hebben in 1964 en 1969 hebben we een piek gezien in het aantal geboortes. En die groep die gaat dus heel sterk afnemen. En dus zeg je eigenlijk, zelfs al zou het in tegenstelling tot wat je verwacht, de economie zich goed ontwikkelen en zouden de mensen er gewoon wat bij krijgen allemaal. Exact. Dan nog helpt dat de huizenprijzen dat gaat niet helpen. Want die groep neemt gewoon af. Ja, het is een kansloze missie in feite. Maar dat is nog maar één kant van het verhaal. De andere kant is dat we natuurlijk gewoon te maken hebben met de
de vergrijzing. En wij verwachten de komende, of dat zie je uit de cijfers, als je die gewoon, kun je gewoon bij het CBS kun je die ophalen, dat de komende tientallen jaren, dan zie je dat er een echt een stortvloed is aan mensen die de 80-jarige leeftijd bereiken. En 80 is gemiddeld genomen de leeftijd waarop wij overlijden. Dat betekent dus dat er heel veel huizen op de markt gaan komen. Dus het aanbod neemt enorm toe en de vraag neemt enorm af. Nou, die twee samen gecombineerd kan maar één ding betekenen, dat de huizenprijzen flink gaan dalen. Oké, en dat is de trend. Heb je dan ook nog iets wat je aanleiding geeft om te zeggen, nou, ik verwacht met zoveel procent nog? Of waar hebben we het dan over? Wat voor percentages? Nou ja, we hebben in het boek wel wat scenario's opgenomen en dat is lastig. Maar ik denk dat als wij in totaal, vanaf 2008, vanaf de top in 2008, als we een daling zien van 50%, dat we dan in onze handen mogen wrijven. Ik denk dat je dan blij mag zijn. Dus de kans dat hij nog meer is, die acht ik serieel. Ik denk niet dat er heel veel mensen daar blij van worden als dat uit gaat komen. Als het daarbij blijft. Ik begrijp wat je bedoelt.